Ik denk dat het echt tijd is voor een positieve revolutie. Dat we starten met op een radicaal andere manier te kijken naar jongeren in deze maatschappij. Dat we kijken naar wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en dat we van daaruit vertrekken. Ik denk dat dat de uitdaging van vandaag is voor het onderwijs. Als je lang op een stoel kunt zitten, als je leesbare notities kunt maken, als je goed kunt analyseren, als je goed kunt structureren, als je goed kunt memoriseren en op het moment van de waarheid je kennis reproduceren, dan heb je ongelooflijk veel geluk, want dan heb je talent die past bij het onderwijs. En wat je ziet in onderwijs is dat heel veel aanpakken, heel veel methodieken nog altijd uitgaan van die klassieke talenten. En als je daarbinnen past, dan doe je het goed. Maar als je al die talenten niet hebt, en zo zijn er ook een paar honderdduizend in Vlaanderen, dan heb je eigenlijk dikke vette pech. Ja, maar dan word je 14, 15, 16 jaar en dan denk je in hemelsnaam, wat doe ik hier in dit systeem? Bij al die anderen gaat het vlot en bij mij gaat het moeilijk. En vanuit dat zelfbeeld stappen die jongvolwassenen eigenlijk het werkend leven binnen. Kinderen zijn ongelooflijk verschillend en voordat je het weet hebben wij toetsen en evaluatiesystemen die ervan uitgaan dat al die kinderen diezelfde klassieke talent hebben. En ik denk dat we moeten ook gaan zoeken naar diversiteit, dat je eigenlijk ook op je eigen manier eigenlijk bepaalde doelstellingen kunt realiseren en tot bepaalde resultaten kunt komen. Dat we vooral in de weg die leerlingen afleggen naar het leerdoel de diversiteit van talenten, van kwaliteiten van leerlingen gaan benutten. En tegelijkertijd blijft het zo natuurlijk ja, dat je wel moet evalueren en dat je ergens de lat moet leggen. Zeker ook als je als onderwijs je taak wilt vervullen. En dat snap ik ook wel. Ik droom van scholen die leerlingen opvolgen van 6 tot 12 of van 12 tot 18 en die eigenlijk doorheen die jaren eigenlijk proberen vast te grijpen en te identificeren wat nu echt de kern van dat kind is. Wat is dat kind? Waar is dat kind voor weggelegd? En hoe kunnen wij deze schoolervaring gebruiken als de plek waar we dat kind leren kennen of de jongeren leren kennen en wie die jongere is en wat zijn talenten zijn? Een belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen enerzijds een talent en anderzijds een competentie. Een competentie gaat voor mij over gedrag, zoals je het van een leerling verwacht binnen een bepaalde context. Maar het is niet omdat je competent bent in iets, dat het ook betekent dat het een talent is. Want om ook een talent te zijn, moet de competentie nog aan twee extra criteria beantwoorden. En dat is ten eerste, als ik het doe, gaat het dan vanzelf? En ten tweede levert het mij ook voldoening op. En pas dan is een competentie ook een talent. En veel te veel jongeren, veel te veel mensen in het algemeen worden richtingen uitgestuurd omwille van het feit dat ze hoge competenties hebben voor iets, maar eigenlijk op een manier dat het geen talent van hen is. En daar moeten we echt mee opletten. Veel jongeren vragen zich af, wat is nu mijn eigen talent? Er bestaan hele eenvoudige manieren om dat eigenlijk een stukje helder te krijgen. Bijvoorbeeld, kijk eens terug op de afgelopen week. Alle dingen die je hebt gedaan, of neem je agenda erbij en kijk eens naar al die uren dat de tijd heeft gevlogen. En eigenlijk op al die momenten dat de tijd snel is gegaan, dat de tijd heeft gevlogen, daar moet zeker iets van je talent te vinden zijn in zo'n uren. Wat maakt op zo'n moment dat de tijd vliegt en waar haal ik de grootste voldoening uit? En als je die vraag beantwoordt, waar haal ik dan de grootste voldoening uit? Eigenlijk zit je dan meestal ontzettend dicht bij je eigen talent.